Hallo, even kort een introductie. Dit is mijn eerste video op dit kanaal. Ik doe dit ook voor het eerst. Ik heb er lang over nagedacht of ik dit wel of niet moet doen, maar door zorgelijke politieke ontwikkelingen van de laatste tijd en mede doordat ik geïnspireerd ben door progressieve online outlet uit andere landen, heb ik uiteindelijk toch besloten dat het wel een goed idee zou zijn als ik ook video's zou maken. Omdat ik dit voor het eerst doe, zullen er een aantal dingen zijn die niet optimaal verlopen. Maar ik hoop dat ik het gaandeweg allemaal ga leren. En ja, ik moet toch ergens beginnen. En dat ga ik nu ook doen. In mijn allereerste video/podcast wil ik het hebben over waarom rechts zo hard aan het winnen is in dit land. En links even hard en misschien nog wel harder zelfs aan het verliezen is. En na de politiek te hebben gevolgd en geanalyseerd, kom ik eigenlijk uit op twee hoofdredenen. En deze wil ik alle twee kort bespreken, zonder er al te diep op in te gaan. Want ik wil dat deze video redelijk kort blijft. De eerste reden is in grote lijnen eigenlijk het karakter van links. Linkse mensen zijn over het algemeen niet zo sterk in het overbrengen van hun boodschap en uitleggen van hun standpunten aan, ja, aan de bevolking. Dit in tegenstelling tot rechts, die hier wel erg goed in is. Links is nou verbonden met wetenschap en heeft veel goed onderbouwde standpunten, maar, en dit is heel erg belangrijk, ze zijn heel slecht in het overbrengen hiervan op de doorsnee burger. En hier is rechts juist hier weer erg goed in. Rechtse mensen kunnen heel goed inspelen op het gevoel van de burger. En wat blijkt, dit slaat vele malen beter aan dan droog praten over feiten. Als ik een specifiek voorbeeld neem, bijvoorbeeld klimaatverandering, dan heeft de rechts er niet zo mee. En links, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, wel. Hierin heeft links de juiste positie. Maar, en hier is het probleem, ze kunnen het niet goed aankaarten. Ze kunnen niet goed verwoorden waarom klimaatverandering voor iedereen een belangrijk onderwerp is. Want nog steeds in 2019 denken linkse partijen dat het een goed idee is om het probleem van klimaatverandering aan te kaarten door middel van smeltende ijskappen en stervende ijsberen. En begrijp me niet verkeerd, dit zijn ernstige gevolgen van een steeds warmer wordende aarde en ik zou graag willen dat meer mensen zich hierom zouden bekommeren. Maar de realiteit is dat een doorsnee burger hier niet zo mee zit. Vooral iemand die het financieel niet zo goed heeft, die denkt aan duizenden andere problemen voordat klimaatverandering aan de beurt is. En als je het een beetje vanuit hun perspectief bekijkt, komt het ook spottend over. En het lijkt net alsof je zonder gehoor te geven aan wat zij te zeggen hebben, je eigen zin doorramt. En een burger denkt dan van waarom zou ik mij moeten bekommeren om klimaatverandering, terwijl ik al deze problemen ervaar? En niemand geeft hier antwoord op. En ik vind het erg laks van linkse politici dat ze hier niet op ingaan. Want uiteindelijk is het toch de bedoeling dat je iets aan deze problemen gaat doen. En hiervoor moet je regeren. En om te kunnen regeren heb je de steun en de stem van deze mensen nodig. Dus geef hier gewoon antwoord op met een aantal duidelijke voorbeelden. Bijvoorbeeld, door luchtvervuiling hebben steeds meer mensen last van astma en andere ademhalingsproblematiek. Door stijgende temperaturen en vervuiling wordt het land steeds ontvruchtbaarder, waardoor we in problemen komen met voedseltekort. En door stijgende zeespiegels bevindt een land als Nederland, de lage landen, zich in een zeer kwetsbare positie. Dus maak het wat kleiner, begrijpelijker en tastbaarder voor mensen waarom klimaatverandering zo'n belangrijk onderwerp is en waarom ook zij zich hierom moeten bekommeren. Want door retoriek van rechts denken heel veel mensen dat klimaatverandering een probleem is van de linkse elite, zoals zij dit noemen. Maar er is letterlijk niemand op aarde die de gevolgen van klimaatverandering niet zal ondervinden.
Het zal juist mensen uit een lager socio-economische klasse het eerst en het hardst treffen, omdat zij meestal in achterstandswijken, in vervuilde wijken wonen en zich het economisch niet kunnen permitteren om te trekken naar rijkere en schonere buurten. Dus mijn advies is, leg het gewoon uit. Want dit is onnodig verlies van links in iets wat makkelijk rechtgezet kan worden. De tweede reden is het centrisme of het neoliberalisme. En dit is een veel moeilijker probleem om op te lossen, want links wordt al langer gesaboteerd door het centrisme. Centrisme is een stroming die op economisch gebied rechts, dus conservatief, en op sociale issues links, dus ofwel liberaal is. Dus ja, eigenlijk linkse praatjes en rechtse daadjes zou je kunnen zeggen. Mensen krijgen een vertekend beeld van links door deze stroming. Want mensen denken dat partijen door hun verkondigd sociaal standpunt... links zijn. Maar deze partijen zijn helemaal niet links. Je moet je sowieso even afvragen of het überhaupt mogelijk is om op sociaal gebied links te zijn en op economisch gebied rechts. Want je economisch beleid is leidend. En als je een economisch rechtsbeleid hebt, dan ben je gewoon een rechtspartij. Het is zorgelijk om te zien hoeveel mensen denken dat er een linkse regering is in Nederland, terwijl al decennia lang geen linkse regering is geweest. Er zijn mensen die denken dat de VVD een linksbeleid voert. Dit is je reinste onzin. Er is geen enkel partij die de arbeider harder heeft genaaid dan de VVD. De VVD schaft de dividendbelasting af ten gunste van grote bedrijven en verhoogt de BTW, wat ten nadele is van de gewone burger, door op deze manier de arbeider zo hard te naaien. Dit is absoluut geen economisch linksbeleid. Doordat deze partijen af en toe van deze sociaal-liberale leuzen erin gooien, zoals, ja, ik weet niet veel, Nederland is van ons allemaal, en niet de allochtonen haten of zo, koppelen mensen dit vast aan een links beleid en denken dat om koers te verbeteren je nog rechtser moet gaan. En hierdoor stijgt het gevaarlijke rechtspopulisme. Maar als het probleem al van rechts komt, ga je niks verbeteren door nog rechtser te gaan. En dit is eigenlijk centraal mijn punt. Mensen uit een lager socio-economische klasse stemmen massaal tegen hun eigen belang in, door op rechts te stemmen. Stemmen op partijen die tegen sociale zekerheid zijn, terwijl sociale zekerheid juist deze mensen het meest beschermt. Dit is niet een recente trend. Dit gebeurt al decennia door propaganda van rechts en door pure onkunde van links. We moeten dit zien te doorbreken. En dit kan alleen door meer helderheid en een betere communicatie tussen linkse politiek en de gewone burger. Begrijp me niet verkeerd, links is niet zonder fouten. Maar de burger moet zich realiseren dat een economisch linksbeleid financieel kwetsbare mensen beschermt. En we hebben helaas niet veel tijd meer. We moeten dit echt nu aanpakken. En daarom wilde ik deze video maken, ook al ben ik hier niet ervaren in. Want ik hoop dat dit een eerste stap is en dat mensen zich bewuster worden van waar zij op stemmen. Zodat we eindelijk wat verandering teweeg kunnen brengen.